Ja, vroeger reed ik waanzinnig mooie bolides. Porsches, BMW'tjes, M3'tjes, cabrio's, snelle motoren. Nou ja, dus ik werd natuurlijk in elke stad werd ik, gecontroleerd. Zodra je een politiewagen ziet, begint de angst dat je dat ding gaat zien. Hè? Dat is een stop politie. Vroeger gebeurde het echt bijna dagelijks. Er waren periodes dat het bijna dagelijks gebeurt. Maar dan ben je nog echt heel jong. En ik ben een beetje gezegend met een jong uiterlijk. Maar het gebeurde heel vaak. En nu valt het wel mee. Nu is het misschien 1 keer, 2 keer in de week of zo. Het enige wat mij heeft geholpen om niet staande gehouden te worden, is het dragen van een militair uniform. Als ik bij uniform reis, nooit staande gehouden geweest. Nog nooit. Moet er reden zijn. Ja, wettelijke objectieven. Ja, objectieve reden zijn om mij te controleren. Maar op een gegeven moment werd het gewoon een gewoonte. Ja, het is een gewoonte geworden. Nou, het was mooi zonnig weer. En die dag gingen we wandelen in een Haagse buitenwijk. En dat was eigenlijk een soort van hele groene dijk. Je kon eigenlijk 2 kanten op, want het is een dijk, het is langwerpig. En we gingen net de verkeerde kant uit, waardoor we eigenlijk na 10 minuten alweer terug in de wijk waren. Je zou denken, nou, dat is geen probleem. Maar ja, dat bleek wel degelijk een probleem te zijn. Toen we eenmaal in de wijk waren, dachten we van ja, nou, dan lopen we via de wijk even terug naar de auto en dan gaan we weer naar huis toe. En op een gegeven moment worden we eigenlijk staande gehouden door een politiebusje met 2 agenten erin. En die vroegen ons om onze identiteitsbewijzen. En zoals altijd, na het tonen van mijn identiteitsbewijs kwamen de agenten ook tot de conclusie van, nou, die jongen heeft nog nooit wat gedaan. Ik heb geen strafblad. Ik ben 1 keer in mijn leven heb ik een taakstraf van 2 uurtjes gedaan, maar dat was voor illegaal vuurwerk afsteken. Dus dat schetst een beetje een beeld. Nou, vervolgens liepen we door en op een gegeven moment kwamen we erachter dat we eigenlijk door die 2zelfde agenten in het busje gevolgd werden. Vrij opzichtig ook. Als wij een straat ingingen, dan zagen we even later als we ons omkeerden, zagen we dat busje ook diezelfde straat inrijden. En net zo vaak dat het verdacht werd. En op dat moment had ik wel zoiets van, dit moeten we even nader uitzoeken. Dus toen hebben we toch een kleine omweg genomen om bij de auto aan te komen. Een minuut of 10, 15. En in die minuut of 10, 15 escaleerde het eigenlijk alleen maar. Op een gegeven moment zag ik dat er een politieauto achter ons aanreed. Nou, mijn kids gaven te kennen. Ja, de politie achter ons zat. Ze zei van, de politie is je beste vriend, dus zwaait naar de politie. Nou, dat hebben ze ook gedaan. En ik zag dat die politiewagen ons achtervolgde tot voor de entree van mijn garage. En op dat moment zag ik ook het transparante bord van politie stop, ja, aangaan. En dan kwamen 2 jonge collega's naar me toe. En die gaf te kennen dat die auto niet op mijn naam stond en dat mijn auto onverzekerd was. En op een gegeven moment zei ze van, nou, blijf maar zitten, we komen zo terug. Nou, ze zijn naar die auto gegaan, de politiewagen teruggelopen. Het kenteken geverifieerd, kwamen ze toch met dezelfde boodschap terug. Van, hey, die auto staat niet op uw naam en is onverzekerd. Nou, op dat moment voelde ik al die spanning groeien. Hij zei van, nou ja, met alle respect, hè, Ik zeg nogmaals dat die auto mijn auto is. Ik ben de eigenaar. Kijk, u heeft natuurlijk mijn kentekenbewijs in uw handen. Controleert ja, de gegevens goed, want volgens mij is er een fout in het systeem. Nou, is er niks mee te maken. Ja, we hebben het al gecontroleerd en het is zo. Nou, en op dat moment zei mijn middelste zoon van... Hey, papa, waarom doen ze zo moeilijk? Want u bent ook politie. Want op een gegeven moment werden we ook door een motoragent gevolgd. En die volgde echt op de voet, omdat hij natuurlijk een wat mobieler voertuig tot zijn beschikking had. En stapvoets reed hij dus, echt op 15, 20 meter afstand van ons. Dus op een gegeven moment wilde ik me omdraaien en de motoragent op zijn vrij vreemde gedrag aanspreken. Waarop hij zijn sirene aanzette. En als de Wiederweerga rechtsomkeert maakte. Daarmee was het nog steeds niet het hoogtepunt van de gekte bereikt. Want op een gegeven moment merkten we op dat er ook twee agenten op fietsen zich hadden gemeld bij het konvooi, om het zo maar even te zeggen. En na een tijdje lukte het me om contact te maken met een van die agenten op de fiets. En ik vroeg haar van, ja, is dit een normale gang van zaken hier in de wijk? Waarop zij eigenlijk heel intuïtief antwoordde dat we op inbrekers leken. En toen ik vroeg of ze dat enigszins kon verduidelijken, ja, weet je, in wat lijken we dan precies op inbrekers? Toen refereerde ze expliciet naar de huidskleur van de vriend met wie ik liep. Een donkere jongen van Surinaamse komaf. En toen keek ze naar mij en toen had ze het over mijn loopje. Dus we hadden de verkeerde huidskleur in combinatie met een blijkbaar verkeerd loopje. En dat rechtvaardigde dat we op de voet werden gevolgd door 5 agenten. Let wel, nadat dus was vastgesteld dat we geen strafblad hadden. En op dat moment zag ik een van die collega's mij aankijken. Ze zei, politie, bent u een collega? Ik zeg van, ja, ik ben een collega. Kunt u dan legitimeren? Ik zei van, nou oké, nou, dus een legitimatie getoond. En op dat moment merkte ik een andere houding. Nou, ik zei van, nou, volgens mij klopt de gegevens niet. Dus ik verzoek u beleefd om nogmaals te gaan controleren. Nou, dat heeft ze natuurlijk weer gedaan. En toen bleek dat de gegevens oké waren. Maar het gevoel op dat moment van niet serieus genomen worden. En dat mijn kinderen bij waren. Nou ja, dat deed wel zeker iets met me. Ik probeer natuurlijk te argumenteren waarom ik als een volwaardig burger behandeld wil worden. Maar toch krijg ik het gevoel dat het niet lukte. Inmiddels was het gaan schemeren. Eenmaal in de auto, toen wij de wijk wilden verlaten, kregen we nog een stopteken ook van diezelfde 2 agenten in het politiebusje. Nou, wij stoppen. En met de grondigheid van de Spaanse grenspolitie is toen de auto doorzocht. Wederom niets, maar dan ook niets aangetroffen. Niet eens een pakje sigaretten. En toen wij daar dus stonden, toen die auto onderzocht werd, kwam er zelfs nog een agent in Burger bij. Die zei ons ook al die tijd gevolgd te hebben. En ik maakte er een opmerking over. Ik zei, ja, dat is wel erg veel mankracht voor 2 onschuldige jongens. En een van de agenten die belufte toen ook dat ze eventueel nog helikopters paraat hadden staan voor als we het op een vluchtpoging zouden gooien. Precies 2 jaar geleden was er een vreselijke bomaanslag op de luchthaven in Brussel. Vele mensen hebben daardoor hun leven verloren. En reden genoeg dus om ervoor te kiezen om de beveiliging aan te scherpen. Zo ook op de luchthaven hier in Amsterdam bij Schiphol. Ik reed toen met mijn broer. Reden we richting de luchthaven omdat ik hem moest afzetten voor een vlucht. Nou, op een gegeven moment kwamen wij aan de beurt, moesten wij langs de marechaussee. En van alle 200 auto's werden wij eruit gepikt. Op het moment dat we aan de kant moesten, keek ik de persoon van de marechaussee aan. En toen wees ik hem ook echt richting mijn baardje en mijn haren. Dus ik vroeg hem echt eigenlijk van, hey, heeft het hier en hiermee te maken? Hij glimlachte en knikte ja. En ik moest vervolgens aan de kant. Eenmaal aan de kant werd mijn auto helemaal ondersteboven gehaald. Ik stelde natuurlijk meteen de vraag van, hey, waarom ik? Waarom heb je ons nou eigenlijk aan de kant gehaald? En op een gegeven moment was het antwoord van, hey, luister, we hebben namelijk eenmaal een bepaald signalement gekregen vanuit onze leidinggevende. Dus het wordt van bovenaf wordt het bepaald. Iedereen tussen de 18 en 40 jaar die eruit ziet zoals jij, moesten we aan de kant houden. Het vorige keer zoals ik. Ja, iemand dus met een baardje en met een zwart haar, iemand die er dus uitziet zoals jij eruit ziet, die moesten we op dat moment aan de kant houden. En op dat moment, ja, ik knikte, ik glimlachte daarbij, maar ik knikte ja, maar ik voelde me eigenlijk totaal verslagen op dat moment. Het is schaamte die gepaard gaat met angst. Angst in de zin van, ik moet uitkijken wat ik zeg. Ja, ik bedoel, op het moment dat ik een verkeerd woord zeg, ja, en het escaleert, ja, dan zijn er geen winnaars. Ze kennen mijn achtergrond natuurlijk niet. Ik bedoel, zo sta ik voor de klas, geniet ik een technische universitaire opleiding, heb ik een enorme maatschappelijke invloed, doe ik echt enorm goed mee. En dan word ik uiteindelijk toch aangezien voor een terrorist. Tot ongeveer mijn 20ste was ik gewend om ja, wel minstens 2-3 keer per maand om mijn identiteitsbewijs aan een agent die daarom vroeg te tonen. Dus ik dacht, dat is de normale gang van zaken. Terwijl als ik in die tijd wellicht in contact was gekomen met mensen uit Wassenaar of mensen die er anders uitzagen. En die hadden gezegd van ja, maar wacht eens even. Ik heb in al die jaren ben ik nog nooit onterechtstaande gehouden. Dan had ik misschien al veel eerder doorgehad van oké, dit klopt niet. Ik liep naar beneden, metro uit. En het was druk. Ik check uit en ik wil het gebouw uit, naar rechts, richting mijn tandarts. En ik word staande gehouden door een agent in Burger. En ik dacht echt van, ik had muziek ook in, ik dacht van, wat is dit? En wat is er aan de hand? Wilt iemand me iets verkopen op deze vroege ochtend of wat dan ook? En ik hoor door mijn oortjes heen, hoor ik, meneer, wij zouden graag uw vervoersbewijs willen zien, want ik heb het idee dat u niet rechtmatig heeft uitgecheckt. En normaliter, als jong kind of als tiener, had ik kunnen zeggen wat heel veel jongeren in Nederland momenteel ook nog steeds doen, en dat neem ik ze niet kwalijk vooropgesteld, is dat ze kunnen denken van, hey, waarom moet je mij hebben? Je kent me niet eens en je denkt dat ik iets gedaan heb. Je gaat in een negatief of een assertief, nou ja, misschien wel vijandig frame in de beleving van de agent of de wetshandhaver praten. En dat wordt bevestigd als in zie je wel, ik ben op het goede spoor of wat dan ook. En dat deed ik dus nu niet. Ik had meer zoiets van oké, adem 3 keer in, wat dan ook, ik weet niet wat ik tegen mezelf zei. En het eerste wat ik vroeg aan de agent in Burger was van goh meneer, werkt u voor de GVB? Het ging erom dat ik een vraag stelde die hij niet verwachtte. Het was lekker weer. En ik kwam thuis en ik was muziek aan het luisteren. En ik bleef eventjes in mijn auto, zeg maar, nazitten. Om het maar even zo te zeggen, geparkeerd voor mijn deur. Muziek luisteren, gezellig. En er komt een agent naar mij toe. En hij zegt, wat ben je hier aan het doen? Ik zeg, wat ben je aan het doen? Ik zeg, zitten. Hij zegt, je mag hier niet in je auto zitten. Ik zeg, hoezo, je mag hier niet in je auto zitten? Hij zegt, ja, je mag hier niet in je auto zitten. Dus ik kijk hem aan, ik denk van, wat is je mag niet. Ik zeg, meneer, ik woon hier twee deuren verder. Ik zeg, en ook al woon ik hier niet. Ik zeg, ik mag hier toch gewoon parkeren? Ik zeg, wat is het nou voor... Hij kijkt mij aan. Hij zegt, fijne dag verder. En ik kon aan alles zien, aan in ieder geval zijn houding, zijn manier van praten. Hij ging zelfs een beetje stotteren, wat ik overigens een beetje schattig vond ook nog. Probeerde hij uit te leggen dat het een routinecontrole was en dat ik er niet zo zwaar aan moest trekken. En dat er mensen overal en nergens, dat die dan uit die poortjeszone eruit werden gehaald. Nou, ik keek nog een keer om me heen, maar ik zag het niet zo snel gebeuren. En ik vroeg op meneer van, meneer, ik... wil best met u in gesprek, maar ik heb straks een afspraak over 10 minuten bij mijn tandarts en ik zou het doodzonde vinden als ik daarvoor te laat kom, omdat ik niet precies weet waarvoor u mij aanhoudt. Met een vriend van mij reden we op de Blaak en op een gegeven moment uit het niets werden wij gestopt. Ze vragen je eerst om te stoppen, dan vragen ze de sleutel uit de contact. Mogen we even je kofferbak kijken? Nou, dan begin je al van waarom, weet je. Ja, gewoon preventief fouilleren, dit en dat, controle, algemene controle. En nou, we stappen de auto uit. Handen op de auto eerst. Handen op de auto. Nou, ik werd helemaal gefouilleerd van top tot teen. En die vriend van mij, die moest wel tegen die muur. En hij werd ook gefouilleerd van top tot teen. En ja, dat ging nergens over. En op een gegeven moment zeg ik ook van ja, waarom? En toen zeiden ze ja, gewoon algemene controle. En dan denk ik ook van mij, je laat een stuk of weet ik veel hoeveel auto's voorbij gaan. En precies moet je ons eruit pikken. En na de 20e, 30e keer of zo, toen viel het kwartje. Dan van, och. En dan werd er ook nadrukkelijk ook, gezegd van ja, uw auto viel ons op. En ik dacht van, hé, auto viel ons op. Ja, terwijl dat nergens staat, ja, in het Wegenverkeerswet of Wetboek van Strafrecht. Ja, daar wordt gesproken van feiten en omstandigheden. En niet over een dure auto of hè? Nog niet zo lang geleden, na het werken, 's avonds laat, overgewerkt, rij naar huis en vervolgens letterlijk bij mij in de straat gecontroleerd worden, omdat ik de bocht te snel zou hebben genomen. En toen ik uitstapte en mijn aktentas pakte, vroeg men zich af waar ik vandaan kwam. Nou, toen ik vertelde dat ik van kantoor kwam en vervolgens werd gevraagd wat voor werk ik doe. En na dat te hebben verteld was de hele controle eigenlijk een beetje overbodig en werd er niet meer gesproken over te snel een bocht nemen. Ik kreeg mijn rijbewijs terug en ik kon mijn weg vervolgen. Ja, het is jammer. We weten natuurlijk allemaal wat de aanleiding voor deze controle is geweest. Ik word zo gemiddeld zo'n 3 keer per jaar word ik staande gehouden, zoals ze dat mooi uitdrukken. Met een hoogtepunt in 2012, toen ben ik 9 keer staande gehouden. Ik heb verklaring gehad als, ja, uw wagen stond in ons systeem als sloperijwagen. Het zag ernaar uit, het zag eruit alsof uw linker voorlamp dreigde uit te vallen. Dat was niet uitgevallen. U zag er nogal gehaast uit, maar kunt u mij schetsen hoe iemand eruit ziet die er gehaast uitziet in het donker om 21:15 s'avonds als jij 3 wagens achter mij staat? Dan kan je toch zien dat ik er gehaast uitzie. Ik had net een Porsche gekocht, ik weet het nog, en ik reed in Almere ergens en op een gegeven moment was er een agent die stond voor me en die zag mij in die auto. En ik keek echt zo van, ja, ik heb er eentje. Dus hij wees direct aan de kant en ik ga naar de kant en ik doe mijn petje af. En ik had een petje op, Ik zeg, wat is er aan de hand? Hij zei, oh, meneer Rijman, u bent het. Oh, sorry, ik had het. Ik zeg, wat is er dan? Waarom hou je me staande? Nee, in verband met de patserwet om te kijken als iemand in die auto rijdt die die auto wel kan betalen. En ja, u kunt dat waarschijnlijk wel doen. Ik zag, ja, natuurlijk, anders reed ik hem niet. Ik zeg, maar waarom houden jullie mijn buurman nooit staande? Want die rijdt precies zo'n auto en die was geldwit van de Chinese maffia, maar die wordt nooit staande gehouden. Toen zei hij, nou, als je dat weet, dan moet je dat melden bij ons, want dan kunnen we achter die buurman aan. En ik zeg, ja, ik zal lekker jouw werk voor je doen. Dus het was, ja, en dat is daarna nog 3 of 4 keer gebeurd. En toen hebben ze waarschijnlijk doorgegeven dat het kentekennummer van mij was. En daar heb ik geen last meer gehad in Almere. Ik heb ze ook wel eens nog daarna achter me zien rijden. En dat ze dan het kenteken checken en dan komen ze naast me staan en dan een duimpje omhoog met antwoorden. Ja, we weten dat jij het bent, dus het is oké. Wij hebben technisch adviseurs in dienst die de weg op gaan. Die jongens die rijden allemaal de nieuwste Golf 7. Vinden ze helemaal geweldig. Maar ze mogen ook beloond worden voor het werk wat ze doen. Dus we geven die auto's graag. Maar ja, dat is het risico van een jonge allochtoon in een nieuwste golf 7. Je wordt gewoon om de haverklap staande gehouden. Blijkbaar mag jij op 24-jarige leeftijd en zo'n uiterlijk niet in zo'n auto rijden zonder staande gehouden te worden. Als bedrijf zijn hebben wij een chauffeur moeten inhuren om die jongens gewoon hun werk te laten doen. Dat zijn gewoon hoogopgeleide jongens met een goede functie binnen ons bedrijf wie dit is overkomen. Wie gelooft dat nou? Ja, mijn auto is in bewaring genomen omdat ik geen leasecontract bij me had. Wie maakt dat nou mee? Ik parkeerde de auto voor de deur. Stapte ik uit, keek ik naast me en zag ik een politiewagen staan. Er zaten 2 politieagenten in. De een vroeg aan mij om mijn rijkentekenbewijs. Vervolgens stapte hij in de auto en trok hij mij volgens mij naar het systeem. Vervolgens vroeg hij mij om, de motorkap van de auto te openen. En vroeg hij mij of ik wist waar het chassisnummer van de auto zat. Hij keek op de achterbank. Vervolgens liep hij naar de kofferbak. En hij deed de kofferbak open om daarin te kijken of je daar iets verdachts ziet. Of ik weet niet waar hij naar op zoek is. Daar kon hij ook niks vinden. En vervolgens gaf hij het kentekenbewijs terug en gaf hij aan dat ik mijn weg mocht vervolgen. Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand gecontroleerd is omdat men dacht dat er wat strafbaars gebeurde. Nou, dat bleek niet het geval te zijn. Vervolgens de hele auto doorzocht, werd niks gevonden. En dan had deze jonge man toevallig een geurtboompje onder zijn binnenspiegel hangen. En omdat er kennelijk niks gevonden is, heeft hij een boete gekregen omdat het geurtboompje zijn zicht zou belemmeren. En dan krijg je weer een bepaalde reactie van zo'n jongen, waar eigenlijk niemand op zit te wachten, waardoor de boel dan escaleert. We hebben de boete met succes aangevochten, dat is verder het punt niet. Ik liep naar boven toe, ik kijk uit het raam en ik zie dat zij weer terug zijn gereden. Mijn moeder die stond ook vanuit het raam te kijken. Die vroeg mij nog op dat moment wat er aan de hand is. Dat vond ik ook best... Dat vond ik geen leuke situatie. Mijn moeder die uit het raam kijkt en ziet dat ik met de politie voor de deur sta. De buren die kijken, die zien dat ik met de politie voor de deur sta. Dan wordt er ook een bepaalde stempel op mij gedrukt. Oh, die is zeker dat is zeker een boefje. Ik zag de agenda uitstappen, ik stond bij het raam en ik vroeg ze wat er aan de hand is. Ze zeiden, ja, we hebben een melding gekregen dat je ook voorkomt in een vreemdelingendossier of iets met vreemdelingen. Heel geïrriteerd pakte ik mijn paspoort vanuit huis en liep ik naar beneden toe. Dan drukte ik mijn paspoort in de handen van de agent. Ik zei tegen hem, ik weet niet wat voor vreemdelingen... Nee, ik weet niet dat je ook als Nederlander een vreemdeling bent. Ik gaf hem ook aan dat als ik misschien blank was geweest, dat deze situatie zich niet had voorgedaan. Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Hij zei tegen mij, nee, wij doen gewoon ons werk. Aan welk profiel moet iemand voldoen? Wil je hem staande houden? Ook daar zijn geen duidelijke richtlijnen voor. Dus een agent is helemaal vrij om zelf te bepalen wie ga ik vandaag staande houden. Hoe ziet een kleine crimineel eruit? Wie zegt dat een blanke geen kleine crimineel is? Dan moet je iedereen aan de kant zetten. Bonte kraag, Gucci-pet, Nike-schoenen, om het maar over zo te zeggen. Maar wie bepaalt dat profiel? Er zijn genoeg mensen met een Gucci-pet, bontkraag en Nike-schoenen die gewoon werken en naar school gaan en helemaal niets fout doen. Die bij de Albert Heijn werken. Dit is geen preventief beleid. Dit is puur op basis van mensen die er een bepaald uiterlijk hebben aan de kant zetten. En is het dan zo vervolgens als we een profiel hebben dat we iedereen maar als doelgroep moeten gaan zien, om het maar zo te noemen, en ze daarom maar staande moeten gaan houden en consequent moeten gaan controleren? Ik denk dat de stap te ver is. Misschien wel 2. Natuurlijk heb ik zelf ook vooroordelen en handel ik daar ook wel eens onbewust dan wel bewust naar. Alleen ik denk als burger die een andere burger benadeelt op basis van vooroordelen, ja, dat is tot daar aan toe. Maar als je als vertegenwoordiger van de staat iemand benadert op basis van vooroordelen, dan is dat een gradatie erger. Ik was met een goede vriendin. We waren gaan eten. Een heel leuk plaatsje nabij Eindhoven. Dus we rijden richting haar huis. Zij reed. En we stoppen voor een gebouw. En het blijkt een kasteel te zijn. Die zij mij wilde laten zien. En we waren nog niet echt koud gestopt. De motor was nog warm. En we stappen uit. En op hetzelfde moment draait er een politieauto... draait dan naar ons toe. Wij zijn buiten en ik groet netjes goedenavond. En zij zeggen goedenavond, mogen wij identiteit zien? Ik zei van ja, dat mag. Kunt u mij vertellen op basis van welk feit? Is dit bijvoorbeeld een risicogebied? Is dit een voetbalgebied waarbij bijvoorbeeld een wedstrijd gaande is? Hebben wij een strafbare feit ondergaan? Kunt u me vertellen op basis van welke deze feiten? Nou ja, hij keek mij toen aan en hij zei... omdat ik het zeg. Toen had ik zoiets van, oké, nou, omdat u het zegt... voel ik mij dus nu geïntimideerd en bedreigd. En ik zeg zo van, nou ja, ik kies er dus nu ook voor... om dus dit te gaan filmen. Het was op een zondag, als ik me niet vergis, om 9 uur 's ochtends. Het politiebusje snijdt me af bij het stoplicht. Ik weet ook niet waarom. Ik stapte een agent uit. Ik deed mijn raampje open, ik zei goedemorgen. En die vroeg om mijn rijbewijs en de rest van mijn papieren. Zonder goedemorgen terug te zeggen. Ik dacht, nou ja, ik zal vast de koffie nog niet hebben gehad. Die pakte mijn papieren, die zei, volg me maar. En die liep weer weg, stapte in het busje en reed weg. Moest ik achter hem aanrijden en toen begon die hele circus. Dus toen nam ik mijn telefoon erbij, en die had ik natuurlijk al in mijn hand. En ik doe Facebook open en ik ga live op Facebook. En op het moment dat ik dus live ga, slaat hij dus mijn telefoon uit mijn hand. En hij zegt van ja, jij bent aangehouden. Ik zeg aangehouden op basis van welk feit? Want ik heb niks gedaan. En toen hij mijn telefoon dus wegsloeg, kreeg hij dus kans om een handboei dus om mijn rechterpols te doen. En mijn rechterarm dus op mijn rug te krijgen. En ik greep naar mijn telefoon om dus verder te kunnen filmen. En lang verhaal kort. Ik belandde op de grond. Want kwamen er nog een paar agenten en eentje begon te trekken aan me. Andere begon te slaan, andere begon te duwen. Nou ja, mijn allereerste reactie was toen mijn arm vastgehouden werd... was mijn arm terugtrekken. En het werd blijkbaar ook gezien als terugvechten of zo. En begonnen ze allemaal op me in te slaan. Er liepen mensen langs, die keken en die liepen vervolgens weer door. En toen ik op een gegeven moment mijn telefoon pakte, toen zij stopte... pakte ik mijn telefoon en wou ik filmen. Dan gooide de agent mijn papieren weer terug de auto... en die zei tegen mij met de letterlijke woorden opkankeren. Mensen werden helemaal gek op Facebook, want ze zagen iets gebeuren. Ik werd gearresteerd en je hoort mij alleen maar praten, want het was alleen maar geluid op een gegeven moment, zonder beeld. Je hoort mij ook praten en steeds vragen van waarom? Waarom word ik aangehouden? Waarom word ik gearresteerd? Kunt u me vertellen welk feit? U vertelt me niks. Ik reed niet te hard, ik had mijn gordel om, dus in principe zou je niet echt een reden moeten hebben om me aan te houden. Dus... Ik kan natuurlijk heel grof gaan denken, omdat ik een jonge Marokkaan ben die in een auto van €30.000 reed. Om 9 uur 's ochtends op een zondag. Nou, ik reed toen de tijd in een Audi S3. Waarschijnlijk dat het was. Ik zou het bij God niet weten. Nou, ik kreeg dan een knie op mijn rug. Ik kreeg pijnpunten toegediend. Mijn hoofd werd op de grond met de knie op mijn hoofd. Ik had toen een bril op. En het was november ook nog, 25 november. En het was koud. En dan lig je dan op de grond. Volwassen man, vader van 3 kinderen. En dan lig je daar dan in een situatie dat je denkt van ja, hallo, wat heb ik gedaan? Dus toen ik verhaal wou halen, ik probeerde uit te stappen, schopte hij tegen mijn deur aan, die weer dicht vloog. En nou, toen kwam hij met de exacte woorden mediamagnaatje. Dus blijkbaar wist hij wie ik was of zo. En op kanker terug naar Marokko. En ik sprak hem erop aan. Ik zeg, nou ja, je greep me net bij mijn nek. En collega's begonnen mij te slaan. Hij zegt, nee, ik heb je helemaal niet aangeraakt. Ik zeg, jawel, u greep me net bij mijn nek. Ik zeg, dan moet hij ook mans genoeg zijn om dat toe te geven. Nou, hij zag natuurlijk mijn telefoon in mijn hand. Toen zei hij op een gegeven moment, hij dus indirect toegeven dat er wel fysiek contact was geweest. Hij zei, nee, je jas zat niet goed. Toen mocht ik een nacht en een ochtend in de cel blijven. Zonder verhoor, zonder enige communicatie. Je denkt zo van, maar wacht even, waar gaat dit over? Had ik geen camerabeelden, had ik zelf geen verklaring afgelegd, had ik geen getuigen, was het schuld. Waarom? Voor verzet tot arrestatie. Mijn broertje die wilde aangifte doen op het politiebureau in Enschede. Daar had hij een afspraak voor ingepland zoals het hoort en die zou om 7:30 op een vrijdag aangifte komen doen. Bij aankomst op het bureau, waar ik overigens niet bij was, werd hij weggebonjourd met de excuus, dit kan ook op internet. Maar ik zat er ook wel objectief in. Ik denk, nou, misschien klopt het verhaal van mijn broertje niet helemaal, dus ik ga toch gewoon even vragen hoe dat zit. Dus ik kom dat bureau ingelopen en dan heb je de balie hier en daar zat een dame achter de balie. En die deed dit. Ik zeg, ik wil wat vragen. Ze zegt, ja, maar jullie zijn hier net toch al geweest? Wat doet u hier? Ik zeg, nou, ik ben hier niet geweest. Dat was mijn broertje. Ik heb zijn uitleg gehoord. En als zijn uitleg hetzelfde is als de uwe, dan bent u hier onzin aan het verkondigen, want en ieder kan gewoon aangifte doen op een bureau, helemaal als dat alvorens al telefonisch was ingepland. Ze begon eigenlijk meteen van, wie denk je wel niet dat je bent? Uitspraken zoals, ga achter die lijn staan en kom niet dichterbij. Nou, ik kwam dus van een festival. En zoals vaker gebeurt, werd ik weer staande gehouden. Op een gegeven moment vroeg ik de politieambtenaar naar zijn legitimatiebewijs. Dit weigerde hij te geven. Ik vraag het eigenlijk altijd om vervolgens een klacht te kunnen indienen als de staandehouding onrechtmatig was. Dus zodoende vroeg ik daarna. Nou, dat betreft, de ambtenaar wilde dit weer niet geven. Zoals ook vaker gebeurt. En vervolgens heb ik 112 gebeld. Dus ik had zoiets van ja. Het is toch apart, het is avond, hè? Het is best een dure auto, dus het kan ook voorkomen hè, dat uniformen gestolen worden. Dus je weet maar nooit waarvoor het goed kan zijn. Dus goed, ik bel de alarmcentrale. En op een gegeven moment heb je dan zo'n persoon aan de lijn, je bespreekt de situatie. En op een gegeven moment krijg je dan toch een bericht van de alarmcentrale met de vraag eigenlijk gericht aan de ambtenaar of hij zich inderdaad wilde legitimeren. Even later kwam de chef van dienst. Die ging bij de deuropening staan. En die doet letterlijk dit. Wie doet hier alsof hij bij de politie werkt? Hier komen. Nou, ik stak mijn vinger op. Ik zeg, nou, ik doe niet alsof. Ik werk bij de politie. Ik ben je collega. En ik wil graag naar u toe komen. Maar wel op een fatsoenlijke manier. En zijn antwoord was, ik ben niet fatsoenlijk. Of je komt, of je gaat mijn bureau uit. Vervolgens kwam er een andere ambtenaar bij. En die begon mij meteen uit te lachen. En hij kwam eigenlijk heel dreigend op mij af. En gaf mij meteen te kennen dat ik mijn bek moest houden. Ik vroeg hem dat te herhalen, hè, want misschien begreep ik hem niet goed. Nou, dat zei hij dan nog een keer. En wie ik wel niet dacht dat ik was. En dat ik mij gewoon te luisteren heb naar hen. Dus op een gegeven moment, dan komen de emoties ook een beetje los. En hij precies van ja, hou daar eens mee op. Ik gaf hem ook aan dat hij zich naar zijn uniform moest gedragen. En niet als een gestoorde. Nou, dat woordje gestoorde was voor hem dan meteen een reden om over te gaan tot aanhouding ter zakenbelediging. Dat was voor mij gewoon heel apart. Ik had zoiets van, jij bent degene die mij uitscheldt. Ik ben tamelijk rustig gebleven in de hele situatie. Maar om één woord, om het, jouw bloed blijkbaar zit te koken, omdat ik mijn gelijk probeer te halen, hou je me aan. Na een lange gesteggel vroeg hij me om mijn politielegitimatiebewijs. Ik zeg, nou, die heb ik niet. Daarnaast ga ik je die ook niet laten zien, omdat ik hier in privé-tijd ben. En ik heb me niet voorgedaan als politieagent. Ik heb immers alleen laten weten dat ik weet hoe het werkt, omdat ik voor dezelfde baas werk. Dus hij kijkt me aan van top tot teen, echt dit. Zegt hij, of ben je schoonmaker, net als je vader? Ik werd toen onmiddellijk uit mijn auto getrokken. Ik werd toen tegen mijn eigen auto aangeduwd door meerdere politieagenten. Mijn telefoon viel erbij uit mijn handen, mijn portemonnee viel uit de handen. Dus nou, mijn hoesje van mijn telefoon was kapot. Mijn pasjes en mijn geld lag overal verspreid. Nou, op een gegeven moment werd er dan constant herhaald van, heb je nu je zin, Velia? Heb je nu je zin, aapje? Nou, toen dacht ik al helemaal van aapje. Ik dacht, wauw, van binnen was ik zo woedend. Maar ik heb het bewust niet laten merken. Want als je dat zo iemand laat merken, of je geeft mij intentie om niet mee te werken, dan is het voor hen een extra reden om geweld te gebruiken. Ik dacht, Divano, blijf rustig, want de gevolgen zijn uiteindelijk alleen maar voor jou. Wij lopen weg. Wat gebeurde er toen? Komen 4 man uit een deur. Die kwamen aanstormen uit een deur. 4 politieagenten, waaronder 1 inspecteur. Dus dat is dan de hoogste in functie. En via de portofoon hoor ik, tenminste de portofoon die hij dan droeg, hoor ik, ja, de verdachte staat nog in het bureau. En hij vroeg me om te draaien. Ik draai om. En ik zeg, wat bedoelt u nou met verdachte staat nog in het bureau? Hij zegt, ja, ik hou je aan. Ik zeg, waar ben ik van verdacht dan? Waarvoor houdt u me aan? Hij zegt, ja, je bent betrokkenen. En daarna komen 3 andere mannen, waaronder die brigadier. Die pakt pepperspray. En ik zeg, nou jongens, als het zo moet, dan geef ik me wel over. Dan loop ik wel met jullie mee. Ik werd toen in een cel in zekering gesteld. Dus ik mocht daar dan ook slapen. En het grappige was dat ik in diezelfde nacht ook wakker werd gemaakt door de hoofdinspecteur. Dus de hulpofficier van justitie. Die ook meteen aangaf van, hey, ik ken jou, jij bent de metroheld. Eenmaal in mijn cel, en ik werd echt gegooid, geduwd in een cel. En de inspecteur van dienst, die grijpt mijn broek. En die ziet dat ik veters heb in mijn broek. En die schreeuwde eigenlijk keihard. Haal die touwtjes uit je broek. Ik zeg maar, ik kan toch ook een andere broek krijgen van de politie. Dat is namelijk de regel, hè? Als je geen touwtjes uit je broek wil halen, dan kun je een andere broek krijgen. Nou, zijn antwoord daarop was dat hij mijn broek greep en die van mijn lijf afscheurde. In de ochtend werd ik wakker geschud door een andere inspecteur. Dat was wel een inspecteur na behoren. En die kwam binnen en die zegt, nou, ik weet niet wie jou heeft aangehouden en ik weet ook niet waarvoor. Want dit kan nooit een rechtmatige aanhouding zijn. Het wordt tijd dat je wordt verhoord en dan mag je gaan. De officier van justitie heeft de beelden gezien. En die benadrukt dat ik uiterst netjes tegen het personeel was. En de officier zag ook hoe de inspecteur mijn broek van mijn lijf heeft gescheurd. Dat heeft hij ook gezien. Hoe kan ik het noemen? je bent verdachte. Dus niet van nou, we zijn bezig met een onderzoek. Ja, met een onderzoek, maar dat je ook veroordeeld bent. Ja, zo voelt het. Zo voelt het echt. Intimiderend. Hulpeloos. Machteloos. Kleinerend. Ja. Dat het niet kan. Dat jij het niet kan. Dat jij er niet bij hoort. Dat jij anders bent. Dat voelt op een gegeven moment zo vervelend. Je voelt je echt vervelend op een gegeven moment. Op een gegeven moment weet je niet meer wie je dan bent. Wat maakt dat ik daaraan onderworpen moet worden? Die politieagent heeft mij het gevoel gegeven dat ik dus niet in zo'n auto kan rijden. Dat het niet normaal is dat ik in zo'n auto rijd. En dat als een Jeffrey in zo'n auto rijdt, dat wel normaal is. Ik ben hun klant op dat moment, want zo zie ik dat. Ja. Dus, en een klant hoor je nou ja, met respect ja, en waarderend behandeld worden. Tot het tegenovergestelde of tegendeel bewezen wordt. Dus, ja, maar het gevoel dat je al verdachte bent, bij wijze van spreken, dat deed iets met me. Kijk, natuurlijk, niet iedere staanhouding had te maken met mijn huidskleur. Maar 9 van de 10 staanhoudingen hadden daar gewoon mee te maken. En dat geeft me een puur gevoel van machteloosheid. En niet alleen op het moment zelf, maar ook de dag erna, ook de week erna, ook de maand erna. Dat blijft gewoon altijd meespelen. Het is een gevoel van verlies. Je voelt alsof je de betere voetballer bent. En je staat 5-0 voor. Maar de scheidsrechter zegt aan het einde van de wedstrijd, nou ja, je hebt 6-5 verloren. Terwijl je weet dat je 5-0 voor staat. Je hebt 5-0 gewonnen. Maar je moet erkennen op papier van ja, klopt. Ik heb 6-5 verloren, je hebt gelijk. Dat is een beetje hoe het voelt. Ja, vernedering. Eerste klas vernedering. Omdat ik vanaf nog jongens af aan had geleerd van joh, je moet niet op het bureau belanden. Altijd luisteren. Je moet respectvol zijn richting de gevestigde orde. Je moet van alles. In ieder geval als kind al. En al helemaal als je uit de Bijlmer komt. Het zijn van die kleine dingen waarin je zeg maar opgroeit. En dat je met 4, 5 vrienden aan het hangen bent. Voor de deur bij een snackbar ga je bijvoorbeeld een patatje halen. Kom je wat vrienden van de buurt tegen. Sta je er even een beetje te ouwehoeren met ze. En dan komt er weer een politieautootje aanrijden. En dan krijg je een boete voor samenscholing. Dat soort dingen, weet je. Dat gebeurt dan stelselmatig en op een gegeven moment, ja. Ik kan me voorstellen dat als het 2, 3 uur 's nachts is en je bent heel erg veel lawaai aan het maken, nou, dan is er dus een reden dat je wordt aangesproken. Maar als je gewoon overdag en op een pleintje, weet je, ik bedoel, waar zijn pleintjes voor? Waarom worden er ergens bankjes neergezet als je niet vervolgens met 4, 5 mannen op zo'n bankje mag gaan zitten? Maar als je dan wil gaan doen wat eigenlijk van binnen zegt wat je wil gaan doen, ja, dan gaat het niet goed aflopen. En dat stapelt zich zeg maar op door de jaren heen en dat maak je mee en dat zie je en je voelt het en je hoort het. En het gaat op een gegeven moment een soort van tumor gaat het vormen. En dan is het denk ik een kwestie van tijd voordat je systeem een error aangeeft, zeg maar. De pijn zit hem in de herhaling vooral. Dus dat het de zoveelste keer is. Het is gewoon bijna iedere dag. Echt bijna iedere dag. Pff, zo, ik kan het niet bijhouden. Pff. Dat kan ik niet op 2 handen tellen. Ik heb het niet bijgehouden, maar het is heel vaak. Dan praat ik over meer dan 10 keer. Op een gegeven moment had ik mijn papier al klaar. Ja, ik dacht van nou, alsjeblieft, ja. Uiteindelijk ontwikkel je een soort overlevingstactiek om te zorgen dat je schadevrij blijft bij zo'n confrontatie. Dus je moet dus echt erop focussen om kalm te blijven en beleefd te blijven. Terwijl de meest liederlijke taal tegen je wordt uitgeslagen. Ik werk nu gewoon rustig mee. Van wat is er aan de hand? Ik doe net alsof ik dom ben. En dan ga ik mijn dag gewoon weer rustig verder. Ik heb inmiddels een stuk of 10 klachten al ingediend. Ter zaak de algemene politiecontroles, onrechtmatige staanhoudingen. Dat is allemaal gebundeld op dit moment. Dus na de uitspraak ter zake de belediging zullen alle klachten behandeld worden. En zal uiteindelijk een onafhankelijke politiecommissie uitspraak doen over de klachten die ik heb ingediend. Ik probeer het voor mezelf altijd maar goed te praten door mezelf voor te houden dat het onwetendheid is bij de ander. En dat het daaruit voortkomt. Dat je ze maar niet kwalijk moet nemen. Dus ik vind het de moeite niet waard om iemand die mij racistisch benadert dat genot te gunnen dat ik me daardoor gekwetst voel. Ja, noem het een verdedigingsmechanisme, maar ik zie het als een verdedigingsmechanisme. Ik sta er gewoon ver boven. Ik vind jou de moeite niet waard als jij mij op mijn kleur denkt te kunnen beoordelen. Het zorgt er natuurlijk ook voor dat je minder gauw, nou, laten we het even toespitsen op de politie als dit gebeurt. En je bent zelf een keer ergens getuige van geweest, misschien zelfs slachtoffer van geweest. Dat je minder gauw de stap naar de politie toe zet om ze erop, om daar je verhaal kwijt te raken. Dat het vertrouwen er gewoon niet is. Als ik ze niet nodig heb, dan, ja, dan hoeven ze niet bij mij in de buurt te komen. Ik hou ze liever op mijn afstand. Ik zie de politie niet als mijn vijand. Absoluut niet. Het is alleen dat er agenten zijn die zich als vijand gedragen. En dan ga jij je ook als vijand gedragen. Maar de politie zelf in zijn algemeenheid, het concept van politie, is er juist om mensen te beschermen. En ik denk dat het belangrijk is voor ons om terug naar die kern te gaan. En dat in ieder zich veilig voelt als er een auto van de politici langs rijden. En niet automatisch de koppeling maken, oh shit, straks krijg ik een boete. Of hey, straks word ik aangehouden voor niks. Of... Ik heb gewoon liever dat mensen ervan uitgaan dat ik, net zoals een ieder ander, ongeacht hoe je eruit ziet, gewoon lekker meedoen in deze samenleving. En dat mijn zijn, mijn verschijning niet doet suggereren dat ik crimineel bezig ben of verdacht aan het doen ben. Het raakt mij diep in mijn kern. Waarom zeg ik dat? Omdat ik vanuit idealisme heb gekozen voor dit mooie beroep. En dat ik verwacht ook dat mijn collega's het goede voorbeeld laten zien. En op het moment dat zoiets gebeurt, ja, kan ik het niet duiden. Ik kan het dan niet duiden. Dus ik kan daar niet rationeel mee omgaan, omdat het een gevoel is. Een gevoel dat echt ja, in mijn diepste ja, naar boven komt. En denk van, oh, waar moet dit heen? Vraag alleen maar wat er gebeurt. Nee. Kijk eens wat er gebeurt. Kijk eens wat er gebeurt. Kijk eens wat er gebeurt. Op tweedoc.nl vindt u meer dan 1000 documentaires, interviews en tips.